van de enclave in 1995 was Rob op de basiscompound in Potokari om de moslims te helpen. Hij was zelf ook zwaar verzwakt door te weinig eten en te weinig slaap. Rob laat me zien waar de vrachtwagens binnenreden. Die langs de weg zaten, echt als een hoopje vlees, zeg maar. Want je kon het nog wel eens meer mensen noemen. Het was echt een hoopje wat er zat. Maar je weet, dat is, als ze daar blijven zitten, dan is het gewoon gebeurd. Niemand neemt ze mee. Dus wat doe je dan? Je pakt zo'n man op, je pak je half op je schouder. En je probeert hem mee te zeulen eigenlijk. Maar ze willen het wel. Dus de eerste paar stappen, dan lopen ze mee. Maar er zit... Het lichaam is gewoon op. En dan gaan ze hangen als een zak aardappelen. Maar je bent zelf ook op. Je hebt ook geen power. Dus na een paar meter eigenlijk, misschien 50 meter, trek je dat gewoon niet. Het klinkt heel stom, maar je trekt het echt niet. En dan moet je hem neerzetten. Maar je weet dat het zijn laatste halm is. Nou, dat vreet. Nu nog? De emotionele idee erachter, zeg maar. Dat blijft wel spelen, ja. Ja, het idee dat je iemand moet loslaten waarvan je weet dat hij dan sterft. Ja. Ook al kan je er niks aan doen. Het geeft toch een machteloos gevoel, denk ik. Ja. Nou, daar zit je ook mee, de machteloosheid. En dan een keer thuis te horen krijgen dat je een lafol bent of zo. Ja, precies. Ja, dat is ook weer de machteloosheid natuurlijk. Dus ja, dat... Ja, dat gaat ook niet goed. Daar krijg je een paar TSS van. Tja.